Ja, ik had het niet per se verwacht, maar ja, het is leuk om, om die honneurs van Mick waar te nemen. Je bent heel goed bevriend met Mick en Jet, dus hoe reageerde jij op het nieuws? Ja, ik moet zeggen, toen ik hoorde dat hij weg was, schrok ik wel even en dacht ik, oké, het gaat gebeuren. En vanmorgen kreeg ik een appje van Jet dat ze erin was, dus ja, fantastisch nieuws. Ja, ik was heel blij dat ze voor de finale al was geboren, want anders had ik wel hier nog vol spanning gestaan daarvoor, denk ik. Ja, nu niet? Nu niet. Nee? Nu helemaal spannen? Ja, nee, voor dat gebeuren, zeg maar. Wel voor de wedstrijd natuurlijk, maar dan had ik daar ook nog extra spanning van gehad, denk ik. Kijk eens even heel kort terug op de wedstrijd. Wat kun je erover vertellen? Ja, ik denk ten eerste gewoon echt een hele mooie wedstrijd voor het publiek en voor het internationale korfbal. Die Belgen hebben echt het vuur aan de schenen gelegd bij ons, denk ik. Er zat van alles in. Het was spannend tot het einde, denk ik. Een rode kaart van Olaf en ze bleven eigenlijk bij. We konden niet weglopen, wat wel natuurlijk de bedoeling was. Dus ik denk gewoon over het algemeen een hele mooie wedstrijd. Wat dacht jij toen je die rode kaart omhoog zag gaan voor Olafs neus? Je baalt. Je denkt echt, ja, je wil wel verschelden, maar dat zal ik hier niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk echt balen. Ja, vooral voor Olaf zelf, maar ook voor het vak. Want ik denk dat we uiteindelijk echt wel controle hadden over wat we deden met het vak. We hadden heel veel rebound over en zaten verdedigend ook wel. En ik denk de eerste 5 minuten dat we ons even lieten verrassen, maar dat we daarna echt wel onder controle hadden. Dus ja, dan is dat heel erg balen. En wel goed opgepakt volgens mij toch, als team? Zeker, zeker. Arjan kwam erin en het ging eigenlijk echt ook nog steeds supergoed. Dus ja, heel trots op het team. 6 verschil met rust. Hoe ga je dan de tweede helft in? Toch wel meer ontspannen dan de eerste? Ja, zeker wel ontspannen, maar het was wel echt de bedoeling om er overheen nog te gaan. Dus we wilden wel richting die 8 en dat lukte niet, dus dat was wel balen. Dus uiteindelijk denk ik wel dat we het doel wat dat betreft niet hebben gehaald, maar we zijn weer Europees kampioen geworden. Dus dat is het belangrijkste, toch? Ja. Precies. Ga ervan genieten. Ja, dat komt zeker goed. Veel plezier. Dankjewel.